Mitchell Paulussen, welke indruk heb jij? Ja, ik vond hem tegen PSV echt geweldig. Waar moet hij heen? Nou, ik zou hem wel willen zien bij een club als Groningen of zo. Waar ze ook wel zo'n type speler kunnen gebruiken. Want het is natuurlijk een jongen die en heel veel inzet heeft, maar ook gewoon echt heel goed kan voetballen. Ja. Dus als hij wat constanter wordt in zijn prestaties, dan had hij denk ik al lang bij zijn club gezeten. Want jullie spelen komende week tegen... Wij spelen niet dit weekend. Oh, dit weekend is FIFA-weekend. Oh ja, natuurlijk. Ja. Internationale wedstrijden. Ja. Ja. Dus er zijn veel meiden van ons die weer bij de nationale ploegen zitten. Ja. Ja. Vind je dat fijn? Of komen ze dan geblesseerd terug? Nou, ik denk dat het voor die meiden heel erg goed is. Want ja, dan speel je met de beste tegen de beste. Daar word je alleen maar beter van. Dus wij worden er uiteindelijk ook weer beter van. Hmm. Jullie spelen tegen Os, hè? Os uit, ja. Ja, tegen Klaas. Tegen Klaas, ja. Maar, dan wordt een hat-trick, dat kan niet anders. Dat kan, ja, inderdaad. Messen geslepen? Nou ja, voor mij persoonlijk niet, ja. Voor iedere wedstrijd, maar ik denk misschien de jongens wat hem vorig jaar als trainer gehad hebben, misschien een tikkeltje meer, ja. Ja, 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 zou dat kunnen meespelen? Dat ze dan? Dat sluit ik niet uit dat dat meespeelt, ja. Ja. Ik bedoel, ja. Als je een keer met hem in de clinch hebt gehangen, dan denk ik dat je hem nu wel een keer wil laten zien van, hey, hier ben ik weer. Kan ik me voorstellen, hè? Ja, nee, ik ook. Hey, jij bent natuurlijk een import Maastrichtenaar, maar jouw club FC Utrecht begint ook weer een beetje te lopen, of niet? Ja, was het een toeval dat ze dit kunt winnen? Het is altijd, kijk, als gewoon die penalty gegeven wordt, wat gewoon een penalty is in de laatste minuut, dan speel je 1-1, dan is het weer natuurlijk alleen maar chagrijn, want dan is het weer veel te weinig. Dus nee, daar zit het nog niet zo goed op dit seizoen, hè? Nee. Ook wat er allemaal omheen gebeurt en zo. Nee, onrustig. Altijd onrustig, ja. En veel te hoge verwachtingen vooraf. Altijd zeggen, ja, we gaan weer die top 3 aanvallen. Ja, maar dat is bijna niet te doen. Maar dat is lastig, hè, want je hebt nu AZ. Ja, en Twente. Buiten de top 3 en Twente. Ja, Twente wat er beter bijgekomen is. Dus dan, ja, dan is top 5 eigenlijk, ja, ook al... Ja, is eigenlijk al... Hè, ik zie daar geen clubs meer bijkomen bij die 5. Hè? Nee. Denk ik. Dus, maar dat dacht men ook van de eerste divisie even, hè? Ja, nee, heel sterk seizoen dit jaar. Willem II, Pek Zwolle, Den Haag. Ja. Die ging het allemaal doen. Heracles. Er zijn er een aantal die tegenvallen, hè? Als je het hebt over ADO en De Graaf. Maar verwacht je dat die nog komen? Okay, ADO, die gaan helemaal niet lekker, hè, met Kuijt. Nee, ja. Waar dat dan ligt, weet ik niet. Maar ja, je moet altijd rekening houden met zo'n teams. Als ze eenmaal een draai kunnen vinden, dan kunnen ze er zo bij staan. Weet je, we zijn pas 9 wedstrijden onderweg. De verschillen zijn nog niet zo groot. Nee, maar het is wel een teken dat die clubs als de Graafschap en ADO, die hebben echt een flinke achterstand opgelopen. Ja, daar zit iets niet lekker. Het is ook lastig, hoor. Als je net gedegradeerd bent, om dan direct weer daar bovenin te gaan meedraaien. Er is zoveel gebeurd in dat jaar ervoor, om het dan weer direct zo om te draaien dat het weer à la minuut gaat lopen. Ik denk dat het ook wel even... Ja, vaker wat meer tijd nodig heeft bij dit soort clubs. Ja, maar als je nou kijkt naar MVV bijvoorbeeld, hè, waar zie jij hen eindigen? Ze zijn supergoed begonnen. Ja, dat zou wel eens heel hoog kunnen worden. Dat jaar dat MVV kampioen werd, en dat is alweer een hele tijd geleden. 100 jaar geleden, zoiets, geloof ik. Maar was dat 97? Ja, zoiets. Ja. Maar toen hadden ze dat ook. Dat ging moeizaam en met de winterstop stonden ze niet bovenaan, stonden ze ook rond deze positie. Maar uiteindelijk kom je als team zijnde, kun je het zo met elkaar vinden en trekt dat zo naar elkaar toe en klit dat zo aan elkaar. Ja. En de automatismes die komen erin. Ja, en als je eenmaal in dat traject zit als ploeg zijnde, dan kan het wel heel mooi eindigen. Nou, als je moet gewoon... MV de play-offs halen, dat zou toch ongelooflijk zijn, knap zijn, toch? Ja. Zeker. Ja, maar inmiddels kun je die doelstelling wel een beetje bijstellen, niet? Volgens mij moeten jullie die play-offs gewoon halen. Of is dat dan een werk journalisten? Goed is een groot woord, weet je. Dat is waar. We krijgen die vraag nu heel vaak natuurlijk, omdat we nu in positie staan. Ja, wat niemand verwacht had met de laagste begroting. Maar ja, voor ons gaat het er gewoon om. Persoonlijk speel ik natuurlijk altijd voor het hoogst haalbare. Dus voor mij staat het vast, ik wil play-offs halen, daar gaat het om. Alleen ja, je gaat als team om ontwikkelen. En als je dan wedstrijd per wedstrijd bekijkt, ja, dan kan je in één keer dicht bij die play-offs komen. Ja, en dan vind ik wel dat je ambitie moet hebben om, als je daar dan uiteindelijk na, ja, we zijn 9 wedstrijden onderweg, als je 15 wedstrijden verder kijkt en je staat nog in de buurt, ja, dan vind ik wel dat je daar ambitie voor mag hebben om dat te halen. Ja. Maar dat is misschien nu nog een beetje vroeg om daar echt over... Nee, is ook zo. En je moet natuurlijk 34 wedstrijden ook nog heel blijven allemaal, hè?
Ja, weet je, ja dat dus ook nog. Ja. Met relatief jonge spelers heb je toch vaak wel wat blessures. We hebben niet de allergrootste kern. Maar goed, dat is fit blijven, zo lang mogelijk, zoveel mogelijk. En dan wie weet waar het naartoe gaat leiden. Ja. Hopelijk iets moois. Ja. Wat verwacht jij, wat gaat Fortuna maken dit seizoen? Nou, die gaan zich makkelijk veilig spelen. Die staan nu natuurlijk al wel 14e. En die verwacht ik zo rond plek 9, 10 misschien. Hè? Misschien nog. Vitesse uitkomend. Ja, Vitesse is ook heel slecht gaat. RKC thuis. Ja. En je zag nu tegen Volendam, zag je toch wel een groot verschil, vond ik hoor, met het begin van de competitie. Je zag nu wel dat ze veel meer wapens hebben. Hè? Hmm. Dat ze meteen ook lieten zien van hier valt niks te halen voor Volendam. Ja. Wat krijg jij daarvan mee eigenlijk? Zo van de vibe naar alles wat er gebeurd is bij de mannen? Nou, bij die mannen krijgen we niet zo heel veel mee. Nee, maar we hebben onze eigen ruimte. Well, dat valt ook wel mee, hoor. Ja? Het is toch dat je veel met je eigen bezig bent. Eigen staf, eigen groep, eigen team. En tuurlijk, je komt elkaar tegen en je praat met elkaar af en toe eens. Maar... Ja. En tot slot, VVV. Welke indruk heb je daarvan? Ja, ik heb verleden jaar bij VVV rondgelopen. Ja. En ik heb daar een heel mooi en heel goed jaar gehad. In de sfeer, en ik kijk met name richting de opleiding. Hele ambitieuze mensen die daar rondlopen. Heel enthousiast, goede mensen die met elkaar bezig waren om iedere keer maar weer beter te willen worden. Ja, dat was echt heel erg mooi. En, ja, dat zie je nu ook terug, denk ik wel, bij VVV 1, de manier waarop hun zich presenteren. Ja. Ook boven verwachting, hè? Om te zien, maar dat is ook mooi om te zien. Het draait wel, hè, met Braken en Venema die elkaar vinden. Ja, en ook heel veel wedstrijden die ze het laatste moment een beetje omdraaien. Ja, maar ook zo'n Tijmen Vrijen bijvoorbeeld, hè, wat ik noemde. Als je de ontwikkeling van die jongen ziet, hele jonge, talentvolle jonge speler. Maar zo vaardig aan de bal, linkspoot... Ja, creatief, heeft zijn oplossingen, wil altijd vooruit. Ja, dat zijn mooie talenten om te blijven volgen. Gaat van Vitesse, die Huismans. Minuten aan het maken. Goede huur, constructie, een goede speler. En ze lopen daar nog meerdere rond. Ja, je hebt natuurlijk nog niet tegen ze gespeeld, hè, VV. Maar heb je wel de indruk dat zij gevaarlijke auto's... Ik denk wel dat zij een rol van betekenis gaan spelen, ook voor die play-offs. En je hebt ook een jonge trainer nu, hè, en ze hebben een nieuwe technisch directeur. Dus daar is weer een nieuw frisse elan. En Willem Jans heeft, ik weet niet hoeveel Eredivisie duels gespeeld. Ja. Ja, nee, tuurlijk. Ervaring staat. Die zat hier vorige week. Goed, heren, we zijn echt door de tijd heen. Het geld is op. Dus dank je wel. Tot volgende week. Tot volgende week. Ja,